een aantal SNL'ers voor het doel van Adipi. Het doel. Onbewaakt kan Silinge King inkoppen en bezorgt SNL hier vroeg in de eerste helft het eerste doelpunt. Hier misschien een kans. Go. Nee, penalty. Naldo Kwasi. Zien we dus achter de bal. En hij heeft de gelegenheid om het team van Inter Mungotapu dus op gelijke hoogte te brengen met SNL. Dat is hem dan. Doelpunt. Moller nog steeds. Daarson, Doorson, heel goed gedaan. Doelpunt. Jarrell Weeks. Heel makkelijk ging het. Het team van SNL. Die ontvangen ons prima via Facebook. Amouferi. Nee, Glerby. Eduards, go. Wat een vrije trap is dat geworden. Glerby Eduards, die pakt hem in laatste instantie. En hij brengt de stand dus op 3-1 voor Inter Mungotapu. Jarrell Weeks. Heel goed gedaan door Jarrell Weeks. Die voorzet. Dit is toch echt veel geluk hebben. Hij komt net van de zijlijn waar hij dus gewisseld is. En Shamil Eduard scoort hier het vierde doelpunt. Inter. Snel genomen die corner. Voorzet. Goal. Nee, tegen de paal. Toch nog een doelpunt. En het is Sercinho Eduard. Die een slag heeft gekregen door een botsing die hij had met doelman Mike Coisi. Maar hij wordt dus aangetekend als de doelpuntenmaker, SNL. En dan krijg je dus die lange paas waarop gelopen wordt. Shamil Eduard. Nog steeds Shamil. Molle. Dat schot van Molle. Goal. Miguel Molle. Zag een kleine opening. En hij trapte. En in de kleinste hoek deponeerde hij dus het leder, waardoor deze aanval dus ook vroeg onschadelijk wordt gemaakt. En er is ook weer een cadeautje. Ditmaal kreeg Silinge King een cadeautje van Anduelo Amouferi. Hij speelde de bal terug. Hele goede paas. Farencio Codrington brengt hem voor. Benjamin. Go! Rivaldo Benjamin. En heeft dus nu op dit moment het volste vertrouwen. Inter Mungotapu met Vitorino Pinas. Goal. Dat is niet Vitorino Pinas, maar dat is Karim Kwasi. Karim Kwasi zorgt dus voor het zevende doelpunt